Ons secundair onderwijs scoort goed, is goed, maar we moeten wel oog hebben voor de problemen. En die wensen we aan te pakken. En die problemen die hebben te maken met ook sterke leerkrachten. We hebben al veel goede leerkrachten, maar die leerkrachten staan vaak voor enorme uitdagingen in de vorming van die leerkrachten. Wij pleiten ook voor een eerste graad waar kinderen wel een breed pakket krijgen, maar waar ze toch allemaal op niveau hun ding kunnen doen, waarin sterken uitgedaagd worden en waarin zwakken ook optimale kansen krijgen. Dus geen gelijke behandeling, want kinderen zijn niet gelijk. Waar ik het veel belang aan hecht, is dat we het technisch en het beroepsonderwijs opnieuw moeten waarderen, herwaarderen. Dat wordt ondergewaardeerd tegenwoordig en dat is ten onrechte. Men schreef op de arbeidsmarkt om technische profielen, die zijn er tekort. En toch heeft dat technisch onderwijs een negatief imago. En van dat negatieve imago moeten we af. En we moeten ook af van die begrippen van waterval en afzakken, omdat we op die manier die leerlingen de indruk geven, zij zijn maar. En we op die manier bouwen een hiërarchie in het onderwijs en dat kan niet, dat mag niet. Alle leerlingen zitten gelijk in het onderwijs en zouden op hun plaats moeten zitten. Of dat nu in het ASO is, in het TSO of in het BSO. Er zijn meer en meer anderstaligen in ons Nederlandstalig onderwijs. Dat is enerzijds een goede zaak. Dat betekent, we leveren kwaliteit, want anders komen ze niet. Anderzijds zijn de cijfers van die aard dat ze natuurlijk ook wel kunnen beginnen wegen op de kwaliteit van het onderwijs, ook op de organisatie, ook op de werkdruk van leerkrachten. En wat dat betreft hebben we toch wel een aantal ideeën om dat toch wel aan te pakken. Dus in die context denken wij aan een taalproef, een verplichte taalproef voor mensen die van basis naar secundair gaan. Om hen ook juist te remediëren. Dus dat kan dan leiden tot een aanpak op maat van de anderstalige leerling, waarbij die geholpen wordt om dat eigenlijk op het taalniveau Nederlands, want daar gaat het uiteindelijk over, om dat op te krikken. Dus niet enkel zijn Nederlandse taal tijdens de les Nederlands, maar dat hij ook de onderwijstaal, nu gaat over aardrijkskunde, geschiedenis, wiskunde en noem maar op, dat die daar eigenlijk wordt opgetild en dat die dus eigenlijk volwaardig Nederlands kent wanneer hij ook afstudeert, wat op dit moment jammer genoeg niet het geval is. Vanuit die hervorming in secundair onderwijs is er een enorme bezorgdheid dat leerkrachten gaan verrast worden. Van, er komt daar een hervorming op ons af die misschien volgend jaar in mijn school al moet georganiseerd worden. Ik weet eigenlijk nog van niks. Ik weet niet hoe dat ik dat moet doen. En misschien is dat op redelijk korte termijn al aan de orde. En dat is dan een bezorgdheid van ons onderwijs is goed. Waarom wil je daar om te beginnen zo ingrijpend aan wijzigen en dan nog op een relatief korte termijn? Gelukkig is het niet. Zo. Het zal zo'n vaart niet nemen, maar de mensen zijn daar wel op de werkvloer bijzonder ongerust over. Onderwijs is dermate belangrijk. Het gaat over de toekomst van onze kinderen. Daar experimenteer je niet mee. Dus alles wat we veranderen moet wel doordacht zijn, moet goed uitgepraat zijn met het werkveld, met de leerkrachten. Ze moeten er zelf in geloven, want anders lukt het niet. En ik denk dat we op die manier ons niet moeten vastpinnen op timingen. Nee, laat ons de onderhandelingen nu zijn werk doen, voldoende terugkoppelen naar scholen en leerkrachten. En dan ben ik ervan overtuigd dat we tot een goed resultaat kunnen komen.